En handelsmaatschappij El Willensberg heeft voor de derde keer het gezelligste soep-evenement van Suriname. De Whippy Stribori WSB. Ze hebben georganiseerd. De edition 2018 is gehouden op het parkeerterrein van Choice Supermarket aan de Johannes Moengrasstraat. De 6 deelnemers waren onderverdeeld in categorie restaurants en categorie particulieren. Deze waren Torarica Group of Hotels en Rinaldo Shin is van Suposo, Regina Weymans X-Avenue en Claudette de Bruin. Alle deelnemers hebben hun eigen originele en lekkere pindasoep bereid met Whippy pindakaas. Aan het publiek en de jury is dat gepresenteerd. De jury bestond uit voorzitter Michael Hermelijn, docent koken, SHTTC, Stephanie Loor, eigenaar Pauli, Marv Darson, productiechef, Whippy pindakaas en Jeroen Schulte, Fischedik, FMB-manager, RCR Medical Center. Ginny Willemsberg is erg tevreden met het verloop van de dag en geeft aan wie de winnaars zijn geworden. En ons evenement is, als ik het zo mag noemen, geslaagd. Want iedereen is uitverkocht. Iedereen is met een tevreden hart naar huis gegaan. We hebben de winnaars in de particuliere categorie. Dat is mevrouw Heijmans tot uit Klaaskreek. Ze was er om 5 uur 's middags, of 's morgens, sorry. Ze was er al om 5 uur 's morgens. Ze heeft echt alles goed. Romano, kom hier hoor. Romano, kom hier. Ja, het was gewoon geweldig hoor. Gewoon geweldig. Ze hebben het allemaal geweldig gedaan. Van mevrouw De Bruin tot meneer Chin, mevrouw Weymans die de winnares is geworden, particuliere klasse, gewoon geweldig. Ja. En restaurants? Restaurants, Torarica heeft het goed gedaan, Suposo sowieso ook, maar X Avenue was gewoon... Ja. Soep Avenue heeft gewonnen met de seafood pindasoep. Nog nooit in mijn leven heb ik daarover gehoord. En meerdere mensen ook niet, maar ze hebben gezegd ze gaan met die gouden pinda naar huis en ze zijn ermee weg. X Avenue is de winnaar in de restaurantcategorie. Suposo heeft ook vreselijk hard hun best gedaan. En natuurlijk ook Hotel Torarica, want zij hebben de People's Choice Awards gewonnen van dit evenement. Mevrouw De Bruin had een super soep neergezet. Mevrouw De Bruin had een super soep neergezet. En meneer Shindy is inmiddels al weg en natuurlijk ook uitverkocht. Die had een hele bijzondere ook bereid voor ons. En... Het is, je ziet het ook, ik ben helemaal bezweet. Het is een super evenement geweest en het is 2 uur, maar we gaan naar huis. Bedankt iedereen en tot volgend jaar. Doei. Enthousiaste Ginny Willemsberg, die heel tevreden is met het resultaat van deze derde Whippy Stribori Soup Edition. In 2016 is deze wedstrijd gewonnen door het team van Hotel Torarica onder leiding van chef-kok Sherwin Alexander met de One People Pindasoep, waarin culinaire kenmerken van alle bevolkingsgroepen terug te vinden waren.